Maar de ochtend daarna, toen zag ik pas echt wat voor ravage het had aangericht. Goedemorgen, het is dinsdag. En we zijn klaar om naar school te gaan. Ik heb deze top aan van Topshop. Hoek van Karen Millen en sandalen van Doen. Nee, het is ook geen woensdag. En mijn Michael Kors tas. Sarah heeft een top aan van River Island, volgens mij. Of Zara? Zara. Deze is van de Cool Cat. En Ipanema sandalen. En wel een tas van River Island, dat weet ik wel. Ja, maar het zijn niet sandalen, maar slippers. Nou, ze zijn dicht van achter. Dan zijn het officieel sandalen. Maar het zijn wel slipperachtige sandalen. Kijk ik. Heb ik hier toch geen jas mee? Nee, het is veel te lekker weer, hè? Ja, ik vind het nu al lekker warm. Ja, is het ook. Het is echt zo verschrikkelijk lekker weer. Ik ben gewoon voor het eerst helemaal zonder jas naar buiten gegaan, naar school gegaan met Sarah. Dus dat is echt, echt lekker. En nu even thee zetten, even wat kippetjes maken. Ik ontbijt eigenlijk altijd 's ochtends in twee delen. Want ik heb nooit genoeg tijd anders. En dan ga ik maar even het huis op orde maken weer. Nou, we beginnen de dag in ieder geval best wel gezond. Tijd gaat zo snel. Wat dingetjes in huis gedaan en nu alles aan het klaarzetten. Dan ga ik Sarah uit school ophalen. Die eet thuis vandaag, dus dan gaan we even lunchen. En dan gaat ze daarna weer naar school en dan ga ik nog even verder hier. En het was net best wel warm, maar het trekt best wel buiten. Ik vind het echt jammer. Ik wil stralende zon. Ik ben er echt zo aan toe om gewoon echt zomer te hebben. Zo, we zijn weer thuis en ik heb onze lunch staan. Ik heb twee boterhammen met ham en een kiwi gold voor daarna met thee. En ze wilde heel graag uit het lunchstommetje eten. Dus ze heeft ook een boterhammetje, rijstwafel, salami en gedroogde banaan. Bananenchips. Oh ja, en een zoutstokje. Nog even snel geëdit. En die video staat nu te uploaden. En één keer raden, weer honger. Dus ik ga... Ik ga rijstwafels maken met pindakaas. En ik moet wel zeggen, ik heb altijd biologische pindakaas, want gewone vind ik niet lekker. Deze is heel lekker, van BioPlus vind ik hem helemaal het allerlekkerst, maar die verkopen ze echt lang niet overal, dus die kan ik niet altijd halen. Maar deze is ook wel lekker. Maar gewoon van Calvé, ik vind het dus niet zo... Ik word er niet heel blij van. Dit smaakt gewoon veel meer echt naar pinda. Nou, maaltijd nummer 3. Echt drama. Ik heb natuurlijk nog die blaren van sinds de bruiloft. En dan dacht ik, nou, ik kan wel die schoenen aan. Die sandalen die ik vanochtend had aangedaan. Maar echt, het ging elke stap meer pijn doen. En zoveel heb ik er niet eens op gelopen vandaag. Thuis gelijk elke keer uitgedaan. Maar je voelt gewoon heel die blaren opscheuren. Dat vind ik niet prettig. Maar ja, dan moet ik dus verzinnen welke schoenen ik dan nu aan kan doen. Want eigenlijk alles doet gewoon pijn. Ik vind het warm voor mijn sneaker wedges. Het is echt warm. Nou weet ik het niet meer. Nou, ga even brainstormen en dan snel Sarah halen. Marco komt ook zo thuis. Dus die gaat mee. En daarna gaan we sowieso met één andere mama en haar zoontje. En ik weet niet wie er nog meer meegaan. Even ijsje eten. Dus dat is wel even lekker verkoelen met dit weer. Zijn deze sandalen ook van Doen geworden? Ik had trouwens reactie gekregen op de blaren. Dat het mijn schuld is omdat ik op hakken liep. Maar het was iets anders gaan. Ik had twee paar schoenen mee met de bruiloft. En ik was natuurlijk ook ceremoniemeester. En
Ik denk, ja, voor de zekerheid, ik neem wat mee, want er zal maar iets gebeuren. En prompt gebeurde dat. Mijn hakje ging van de ene schoen af. Dus ik had ze uitgedaan. En degene, zeg maar, die de bruid assisteerde, die ging naar de kleedkamer. En daar stonden mijn reserveschoenen. Dus ik had gevraagd of zij ze wilde wisselen, want ik was op dat moment heel druk. En toen kwam ze bij mijn andere schoenen. Maar ik was heel druk aan het rennen, dus ik had ze aan mijn voet gedaan, maar ik had gewoon geen tijd om ze dicht te doen. En ik was ze dus met mijn tenen aan het klemmen dat ze aan mijn voet hingen. En dat is dus zo gaan schuren. Maar ja, op dat moment ben je zo bezig, nou, met de bruiloft, hè, je drinkt nog eens een drankje. Dus ja, toen voelde ik het eigenlijk niet echt heel erg. Later op de avond wel, toen dacht ik al van, dit is niet goed. Maar de ochtend erna, toen zag ik pas echt wat voor ravage het had aangericht. Maar ik heb gewoon 3 kwartier gerend. Met schoenen die aan alle kanten aan mijn voeten schoven en schuurden. Ja, en dat was eigenlijk niet zo slim. We hebben een kijkje. Heb ik net dus eindelijk sandalen gevonden die goed zaten met die blaren, heb ik dit. Zijn ze dus gewoon kapot gegaan. En daar baal ik van, want ik hou echt van deze sandalen. Ze zitten zo lekker. Dus ik heb gewoon pech. En we hebben net besloten, we hebben een trampoline staan in de tuin, maar die moet weg, die is kapot. En we willen het zwembad neer kunnen zetten. Dus die trampoline moet weg. Dus Marco gaat slijpschijven halen met ze bij de bouwmarkt. En ik ga even naar de Action. Even matten halen voor de onder. Dat het zwembad niet op van de stenen staat. Dus ik moet schoenen aan. Maar als ik nu schoenen aan ga doen, weet ik dus niet welke. Want net had ik daar ook al probleem mee. Het is 200 graden in de auto, geloof ik. Dus de airco moet echt weer snel gaan werken. Want ik vind dit niet leuk. Ik hou echt wel van warmte. Ik ben een koukleur, maar hij geeft 48 graden aan in de auto. Het is echt heet. Echt, wat een drama. Nou, Action heeft het helemaal niet. Toen naar de blokker. Die had het ook niet. Naar de kruidvat, die had het ook niet. Die verwees me naar de Intertoys. Ik daarheen. Kom ik te winnen, zegt hij. Ik heb echt net een kwartier geleden de laatste verkocht. Dus dat was jammer, maar daar heb ik ze nu wel besteld, want die hadden het verder wel in het assortiment. Dus nu hoop ik dat ze morgen of overmorgen binnenkomen. Dan wordt het tussendoor even iets koeler, dus dan moet het zwembad nog maar even wachten. En ik heb toen iets heel erg grappigs gedaan met papa. De stickers opgeplakt. Het is etenstijd en vandaag eten we een keertje op de bank, want ik heb geen zin om aan tafel te zitten. En we eten lekker macaroni, die er ongezonder uitziet dan dat die is, want er zit wel gepureerd paprika in en ui en noem maar op. Maar ik had het gepureerd met de saus, dus je ziet het niet echt. En bord nummer 2. Sarah ligt op bed en Marco is ook even de deur uit, dus ik heb thee gezet. En ik ga even tv kijken. Ik moet zo nog één vlog editen. En dan ben ik helemaal bij. Dat is de vlog van gisteren. Ik zit dus heel de tijd te editen. Ik heb de vlog van gisteren nu af. En ik heb ondertussen nog wat te eten gemaakt. Ik heb wel echt iets heel erg lekkers gemaakt. Ik vertel dat wel elke keer dat ik ze haal. Maar ik heb volgens mij nooit gezien dat ik ze dan ook eet. En dit zijn deze. Die aardappeltjes. Wel een airfryer. Dan houden we het toch nog enigszins gezond. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om mee te kijken in mijn eetpatroon. Eetgewoontes. Ik ga lekker slapen. Weer op tijd. Tot morgen. Doei.